Het raadsel van de verdwenen planten uit de tuin van Creatief Beheer is samen met de botanische tuin naar tevredenheid opgelost. Ja. Ja, toch? Ja. Helemaal waar. Ja, ja. Ja, nou heb ik ook begrepen dat er planten gejat zijn. Ja, dat is ook gebeurd. Kan je die even aanwijzen? Ik kan wel aanwijzen waar ze hebben gestaan. Pas op voor de plaathout. Je ziet de gaten nog. Er waren heel veel mooie bloeiende lagatera's en stokrozen. Stokrozen? Nou ja, en de drie wijzen hebben ze meegenomen. De drie wijzen, wat bedoel je? Ja, nou, het schijnt dus dat de drie... mannen waren van tussen de 60 en de 70 jaar. Die vonden dat ze de planten aan het redden waren. We hebben hem geleend uit de Jacominestraat. Dat bedoel ik, is een plan met een verhaal. Wat was daarmee aan de hand? Nou, daar werd het een beetje onze lot overgelaten. En we waren dus bang dat hij helemaal zou verdwijnen. Vandaar dat we hem er even uitgeschept hebben en hier neergezet hebben. Van het leuke tuintje naast het zwembad. Oké. Kom maar kijken waar je planten gebleven zijn. Onder andere, ja. Ik zal zo even kijken. Ja, is goed. Even die paar lessen er nog in. Je hebt het alleen gevonden, Franklin. We hebben zijn lavendelzalie-achtige gevonden. Weet jij de naam van dit ding? Want dat hebben ze er zelf nog niet bij gezet, zie ik. Nee. Peroscia atriplicifolia. Pardon, daar hoor ik een stem achter mij. Ja. En die zei? Peroscia atriplicifolia. Zo. Dat is een hele mond vol Latijn volgens mij. En wie bent u? Peter Kramer. Ik werk ook bij Creatief Beheer. Aha. En u heeft daarvoor gestudeerd dat u die naam zo goed weet? Ik ben bioloog van oorsprong. Bioloog, ja, ja. Dus u werkt ook bij Creatief Beheer, ja. Samen met Franklin. Oh ja. De ontvreemde plantjes. Heb je ze gevonden? Ik heb ze gevonden. Oké, en Gerard? Nou, ik moet zeggen, ze hebben hier een goed thuis gevonden. Ja. En we hopen ze dus in volle glorie volgend jaar terug te zien. Ja, natuurlijk. Dat zijn even deze. Dit is een of ander soort verbena-achtige salie. Ja, dat ruikt heerlijk. Misschien kunnen we een soort van uitwisselingsprogramma van maken. Ja, natuurlijk. Ja, leuke plantjes kunnen uitwisselen. Vond jammer dat het een beetje achteruit gaat eigenlijk. Nou, er was wel toezicht, maar we hadden natuurlijk een beetje een soort van zomerstop. En we hebben wel heel veel onkruid mogen trekken ertussen. Maar er stond aardig wat. Ja. Het was daarom... bijna een beetje hoog. Maar er stonden ook heel veel leuke andere plantjes. Die gaan doen nu nog steeds hebben goed. Hebben we zaad van gewonnen. Ja, ook nog. Ja. Dus volgend jaar kunnen we onze stekjes hier komen ophalen. Het is namelijk zo, als je dat dus denkt van het gaat met zaad, dan ga ik geen plant uitdrukken. Nee, dat is toch goed ook. Dat doen wij zelf ook heel veel. Wij hebben het motto eigen zaad eerst. Ja. Dus dat gebruiken we ook veel. En hier kun je dus ook uitwisselen. Ja, nee, dan gaan we dat er gewoon vaker zaad doen. Zaad is dat is wel leuk. Dan gaan we beter samenwerken op zaad. Even naar de Gelodia toe. Ja, gaan we daar staat er op. De goudknopje. Ja. En Franklin, hebben die er al een gevonden? Ik heb hier nog een hele mooie gevonden die hun hebben gered. Ja. En die nu hier staat te bloeien. Had je die ook gezaaid of zo gekocht? Ja, die hebben gezaaid een paar jaar geleden. Oh ja. Ja, vrij makkelijk. Oh ja. Maar er is ook jaren wat aan de enkel. Ja, die staan nog heel veel te bloeien nu nog. Maar, het is heel opvallend, man. Hij valt weg van de chrysanthemum naar kaleidoscoop. Die zomerchrysanthemum. Kaleidoscoop? Ja. Oh, dat ken ik niet. Die zomerchrysanthemum. Maar die stelt het helemaal af. Ja, ik doe het al 60 jaar, dus als ik het daar rond weet. En dat is een pyretrum, toch? Ja, juist. Daar wordt een soort bestrijdingsmiddel uitgemaakt. Daar heb ik hem ook voor gezaaid. Tegen luizen en andere. Pyretrine, hè? Ongedierte. Tegenwoordig wordt chemisch gemaakt. Ja. Maar dit met medicinale olie kan je dus een bestrijdingsmiddel ervan maken. Chrysanthemum coccinium. Een bestrijdingsmiddel tegen wat? Tegen luizen. Luizen? Bladluizen dus. Kaar. Bij deze gaan we veel meer samenwerken, toch? Oké, mag ik? Ja. Leuk ervan. Nog een keer die hand. Nog een keer de hand. Hoi.
uit. De hand. Als goede vrienden gaan we weer uit elkaar. Ja. Kijk zo. We gaan meer planten uitwisselen. Dank je wel. Ceremonie. Ja. Dit is de Duitse lis. Ja. Dit is de compensatie dan, mensen? Ja, het is een aardige compensatie dit hoor. Oké. Een hele bijzondere plant. Wil je die ook hebben? Die hebben we toch echt over. Heerlijk, wil die ook hebben? Ja hoor, die wil ik wel. Wat mag jij dan? Hybride. Kijk. Witte hybride. Dit is de witte hybride lis. Ja, die bak maar vol, hè? Nou ja, als het kan. Ja. We hebben er zat, hoor. Dus, ja, die hebben we een paar jaar geleden als zulks knolletjes hebben we ze daarin gezet. Dat worden hele mooie witte bloemen en struiken. Ja, daar ben je blij mee, hè? Ja, ik ben er wel blij mee, hoor.